Wie is de slimste mens ter wereld? Wie weet dat je van een bord jalapeños geweldig zult zweten, maar ook dat zowel fruitliefhebbers als cannibalen wel eens een mandarijn durven eten. Eén ding is zeker, het is niet Josje Huisman. Het was fijn, maar in de finale was Eva niet af te remmen. Ze heeft nu wel tijd om met haar opblaasbare eenhoorn te gaan zwemmen. Is het dan misschien Eva de Roo? Haar zevende keer, ze blijft gewoon gaan. Zouden ze nog wel weten hoe ze eruit ziet aan de Reierslaan? Of is het Kat Kerkhofs? Wat een prestatie, echt ongelooflijk straf. En als ik iets anders durf beweren, stuurt ze de Napolitaanse maffia op me af. Ze worden uitgedaagd door Raoul Hedebouw, politicus en klaar om de tegenstand te verwonden. Maar het is een communist, mogelijk verdeelt hij op het einde dus netjes zijn seconde. Welkom bij de slimste mens ter wereld. Eva, dag Kat, dag meneer Hedebouw. Of mag ik Raoul zeggen? Ja, zeker. Ja. Mag ik Erik zeggen? Zeker, ja. Zeker, ja. Zou u de slimste mens ter wereld kunnen worden, Raoul? Denk het eerlijk gezegd niet, Erik. Nee? No, nee, nee. Waarom niet? Ja, het is, ik ben nooit een goede quizspeler geweest. Ja? Ja, ik praat veel in het Frans eigenlijk, hè, normaal gezien. Ja, want u komt uit Wallonië. Ik kom eigenlijk uit Luik afkomstig eigenlijk. Ja. Dus voilà, die woorden komen eigenlijk eerst in het Frans in mijn hoofd. Ja. En dan vertaal ik die en dan geef ik u die, Erik. Dus goed, ja. Dat neemt wat meer tijd in beslag. Ja. Maar voilà, ik ben goed getraind geweest dus door met een onkel Jean-Marie. Hè. Dus die zit hier dus in het publiek. Dus als ik afga, dan is dat met mijn onkel Jean-Marie dat ik afga. En die onkel van waar komt hij? Die komt van Hasselt, hè? Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Je spreekt Limburgs ook, Rob. Ja, dat is dus een Luiks accent. Hè. Dus in Luik zingen wij altijd. Hè. Dus als ik in het Nederlands spreek, dan zing ik ook. En dus dat is ook Limburgs dan. Dat is prachtig, ja. Dat is prachtig. U bent ook actief in de politiek. Dat is uw beroep. Daar bestaan beelden van. De regering van de prutsers gewoon. Een fout van miljarden. Je pose la question. Comment osez-vous dire ça? Vous qui gagnez 5000 euros par mois. Vous allez faire la leçon à tous ces travailleurs. Et si je parle de l'argent, oui, mais vous le savez très bien, ça. Hein? Wow. De collega's van Diamante Club die aanwezig zijn vandaag, ik zou echt applaus willen geven. U heeft heel goed werk verricht. Echt waar, jullie lobbying heeft zo goed gewerkt dat ze alleen maar 50 miljoenekes zijn gaan halen. Eender waar we het vliegtuig nemen, eender waar we gaan rijden, overal, al die gegevens, bof, in één groot databank waar niemand weet waarmee te doen. Ja, nog nooit zoveel applaus gehad als politicus, denk ik. Heel veel gebaren, hè. Ja, dat is nodig in politiek, hè, om een beetje kleur een beetje te brengen. Zo. Ja. Dat moet niet altijd saai zijn in politiek. Nee, want u beeldt alles uit. Kun je straks met de antwoorden ook doen, eigenlijk. Hè? Ja, dat is misschien een internationale taal. Zo, hè. Ik denk ook, als mensen kijken in Duitsland, in Spanje en zo, als die wat politiek kijken, dus ik zal het maar allemaal een beetje met mijn hand gebaren. Hè. Ja. U bent van de PTB, Parti du Travail Belgique. Dat is de PvdA bij ons. Ja. En we zijn ook nog een nationale partij. Dat is een van de redenen waarom ik ook altijd van het Frans naar het Nederlands switch. Zo. Van, ja, ik vertegenwoordig eigenlijk iedereen vanuit Wallonië, Brussel, Vlaanderen. Dus dan kom ik ook spelletjes spelen in Vlaanderen. Ja. En dat is een linkse partij, hè, vooral duidelijk. Ja, vooral links. Ja. Ja. Toch wel, ja. En leef jij dan ook heel links of rijd je met een trabant of wel? Moderne versietje toch, zo'n Skoda gekocht. Een Skoda? Mag niet te veel opvallen. Maar je twijfelt dan tussen een Skoda en een BMW of je kiest... Met mijn geld, zal het wel Skoda zijn eerder. Skoda, ja? Verdien je niet veel? Het parlement zit van PvdA, verdient niet veel. Moeten veel afgeven. Hè. Wij leven verder als... Ja, natuurlijk. Wij leven verder als een normaal loon, gemiddeld loon. Dus... Ja. En verdienen jullie niet allemaal hetzelfde? Nee, niet allemaal hetzelfde. Hè. Dat is niet, maar niet veel. Hè. Dus ik zit tussen 1700 en 1800. Dus... Netto, ja. Hey. Ik moet nog wat eten ook nog. Dat is nog iets meer dan Wel van tv betaald. Om een beetje te gesticuleren in een bruine kroeg. Is dat heel... Nee, wat denk je van de tegenstanders, Raoul? Ja, ik heb pech eigenlijk. Hè. Ja, het zijn toch wel twee goede tegenstanders. Ja, het zijn goede tegenstanders. Echt waar toch? Zeker vierde al en zevende aflevering. Dus ik hoop dat ik toch niet te veel ga afgaan. Maar voilà, zo. Dus we gaan er wel mooie vrouwen, hè, Raoul? Dat is wel met plezier meegenomen. Ja. Het is beter dan met plezier genomen.
Hallo, ik wens je veel succes. Ja, van mij ook. Het is jouw vierde deelname. Ja. Het is jouw vierde deelname. Ja. Zeker van een plaats in de finale week. Martin Maals, omdat je ook twee keer gewonnen hebt. Ja. Dus heel... ja. Had je dat vooraf verwacht, Kat? Nee, echt totaal niet. Ik wel. Ja? Had je absoluut, ja. Ja. Kent ja, maar je mij? Nee. Maar ik had het wel verwacht. Ah. Ja. Ja, maar jij kent niks van voetbal, volgens mij. Nee, totaal, ik weet totaal niet wie je bent. Nee. En het haar echtgenoot is Rode Duivel. Rode Duivel? Dries Mertens. Rode Duivel is de nationale voetbal. Ah, ja. Is toch die van de... Ja, klopt. Ja, dat is... Voor mij. Is dat voor u? Ja. Wauw. Nu heb je... Ik ga vannacht mijn vrouw ook eens wakker maken met haar gezicht. Liefje, kijk, dit heb ik van Dries Mertens. Nee. En Eva? Jouw zevende keer. Ja. Fantastisch, hè? Mooi, ja. Je hebt ook een mooie strijdbare jurk. Hè? Ja, ik heb mijn communistische plunje aangetrokken. Oh. Fantastisch, hè? Fantastisch. En jij hebt je oud communistisch plunje aangetrokken? Geschoren van een communistische kip. Ik heb een communistische onderbroek, maar die wilde niet zien. Nee, wat verwacht je van Raoul, Eva? Ik denk dat we echt veel leut gaan maken vandaag. Ja, ja ik weet het. Ja, het is wel het is een grappige meneer. Raoul. Het is een grappige meneer. Ja, maar ja. Ja, dat is compliment, hè? Ja, dat is zeker. Dat, ja, dat zeggen ze van mij. Tuurlijk, als iemand zoiets zegt, maar is mega. Maar ik vind dat veel. Dat geeft u iets meer zelfvertrouwen in het leven. Ja, dat is zo. Niemand heeft dat ooit tegen mij gezegd. Ja, dat is een reden voor, hè? Dat vind ik niet. Jongens, wat is dit, man? Hij kan het gewoon wisselen. Hé, dat is wel wisselijk. Drie, zes, negen beginnen we dus, hè. Oh, dan Erik die zijn broer na jaren terug. Het lijkt of iedereen hier mega dronken is. Dat is goed, hè? Ja. Echt? Die mensen thuis staan te kijken. Dat is, ik weet niet hoe plezant, dat zijn allemaal communisten. Het wordt tijd voor onze jury. Ze zijn lief, maar ook gevreesd. En je hebt niet geleefd tot je met hen bent uitgeweest. Hier zijn onze Bellen en het Beest, Maaike Kafmeijer en nooit elegant, maar altijd plezant, Stefaan de Gant. Ik vraag natuurlijk. Wie is dan Bellen en het Beest? Wie van de twee? Ja. Ik zeg niks. Nee. Nee, wat verwacht je van de nieuwkomer? Ja, leuke man. Ja. Heerlijke man. Ja? Ja. Ik vind hem een hele leuke man, ja. Hebben jullie ook wat linkse sympathieën? Linkse sympathieën? Ja. Maar ja, ik vraag mij dus af eigenlijk. Raoul, ik vraag mij dus af. Als jij met de auto rijdt, wat denk je dan? Voorrang van rechts, fuck you. Fuck you. Nee, het is ook mogelijk dat hij natuurlijk antwoorden in het Frans geeft. Hè? Oh, shit. Ja, en dan moeten jullie jureren ook. Ik kan echt geen Frans. Allee, maar ik kan wel. Ik kan heel goed Frans. Ja? Ik kan Frans. Ceci n'est pas une pipe. Je cuisse, tu cuisse, il cuisse, nous cuissons, vous cuissez. Il cuisse, je PVDIA, tu PVDIA, il PVDIA, nous PVDIONS, il PVDIONS. Nee, ben je tevreden met de jury, Raoul? Ja, ik zit zitten eigenlijk met de twee. Ja, ik snap. Zeg, je kunt hier ook tussen komen zitten. Hij heeft er overal gestaan. Ja. Dat maakt niet uit. Ook Kat en Eva zijn er nog bij. Ja. Ja, die waren we dus vergeten. Ja. Maar schoonheid verblindt. Ja. Bij de 8 beste spelers, 5 vrouwen. Wauw, wow, eindelijk. Ja, cool. Zegt werd tijd. Ja. Dank je, Hillary.
Ik ga 60 seconden uittelen.